Greg Mac. We zijn hier vandaag op een zonnige dag. Op een mooie locatie. Mede mogelijk gemaakt door Clyde Boys, mijn manager. Let altijd in voor whatever. Sowieso, thanks voor dat. Thanks dat je er vandaag bent. Thanks voor wat je allemaal vandaag geregeld hebt. Alleen maar lobby. Greg Mac. We zijn onderweg naar veel en veel meer, je weet toch. Dus subscribe die channel van Baroens online. Je weet toch, en blijf ons volgen, man. We gaan jullie nu meenemen en dan kijk je mijn leven, man. Greg Mac, je boy. Bang. Hey, dat is die preview, hè? Want zo die waarheid was je anders, baby, en ik snap het, maar ik wil meer. Baby, als je wil kunnen, we willen niet. Baby, als je wil, is het van Libby. Maybe is it for a night, maybe is it for a week, of maybe is it love for life. I feel that all of it is same. What's up, ik ben Nathalie, de nieuwe VJ van Baroens Online. Vandaag hangen we met Greg Mac, zijn boys. Lekker zonnig, de eerste zonnige dag, de zonnige boys. Dus kijk naar de volgende interview. Let's go! Bang. Vliegen, je moet rennen voor die kwap. Linkerbaan, volle tank, vol gas. We moeten overleven. Ik ben met Ronnie Vijfbarki. Vertel, hoe ken je Greg Mac? Zijn neven zijn we laat achtergekomen. Is door een wederzijdse vriend van ons zijn we met elkaar in contact gekomen. En het leuke daarvan is, toen zag ik ook gelijk zijn karakter. Omdat ik kwam op slechte voet met die wederzijdse vriend. En hij ook, door dat voorval, hoef niet te ver in te gaan. Mm-hmm. Maar hij liet wel gelijk karakter zien. En dat is eigenlijk, Greg Mac samengevat voor mij, weet je. Het is gewoon een en al karakter, weet je. En het is een voorbeeld voor de jeugd, maar ook een voorbeeld voor volwassenen, voor ieder, weet je. Hoe je als mens erin zou moeten staan. Gewoon eerlijk, vertrouwelijk en maar van je woord. Dus moeten we grinden voor die people en alles is aanwezig. Alles voor het klemmen van die people. Je money die is laag, maar je chit chat. Je chickie op mijn snap, want ze dik dat. En shit, ik kom van. Hij vast aan dit toch. Jantje Jasso, Shemblom, Isabi toch, Chima Fama, Isabi toch. De Barasangi, man, die is shout-out naar Greg. Altijd allemaal die snap, drang allemaal. 100% aan mij zit dit aan kom. Uno tak furu, maar fasande, we knallen, we fiti, we doen wel los aan voor. Zorgo we kan look to say, dus mino aan tak furu. Altijd wat shout-out aan man, die is allemaal naar true, 100% soldier. Dus daarom is een bar, man, die is toch in allemaal die zit. Bagai, daar zijn van dit. En wat is zeg maar het hoogtepunt wat je met Greg Mac hebt meegemaakt? Ongetwijfeld hebben we dat nog niet bereikt. Maar elk moment is een hoogtepunt. Al is het een klein momentje wanneer je even samen een broodje met hem doet. Of wanneer je naar een gala met hem gaat waar hij een paar mensen knock-out moet slaan. Of een leuk moment in de studio dat we even een paar hitjes opnemen. Elk moment is een hoogtepunt. Alles voor het klemmen van die paper. Money die is laag, maar je chit-chat. Je chickie op mijn snap, want ze. Hoe zie jij Greg Mac, de gang, over een paar jaar? Sky is the limit, weet je. Ik zie gewoon de scène, de Nederlandse scène, wat er ontbreekt. En dat is gewoon een beetje inhoud. Weet je, dat ontbreekt er nu. En dat is, ja, weet je, dat is waar hij voor staat. Hij heeft inhoud, hij is veelzijdig. En heeft een verhaal te vertellen, weet je. Dat is ook waar het om gaat. Je kijkt naar Baroens Online. Vandaag zijn manager, Clyde Boys. We hangen zonnig, gezellig, kom chillen, urban dingen. Let's go! Greg Mac, Clyde Boys. Waar zijn jullie begonnen? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ik ken Greg van way back. Kom uit dezelfde straat. Arnhem de La West. Greg is voor mij als een soort jongere broertje. Hij was meer met mijn broertje.
mijn broertje en ik verschillen 5 jaar van elkaar. Dus ik was altijd al een iets oudere. En hield me met andere dingen. Weet je, vroeger had je die dingen van. Young boy DC, lul, young boys. Yeah. Weet je? Maar je wordt allemaal ouder en je hebt toch dezelfde interesses in bepaalde dingen. Maar je maakt ook stappen in je leven. En als ik kijk wat iedereen ook doet, welke kant je ook gaat, blood. Weet je? Het is blood. En ik vind het mooi wat hij doet. Mijn ouders kennen zijn ouders. Weet je? En zodoende zijn wij in connectie met elkaar gekomen. Dus dat moest zo zijn. En dat je dezelfde interesses hebt, ik vind het mooi. En we gaan kijken waar we komen. We zijn allemaal in de muziek ergens, van, ook vanuit onze roots, vanuit onze ouders, zijn we in de muziek terechtgekomen. We hielden altijd van pokus. En na een lange tijd, zeg maar, Drek heeft zijn dingen gedaan, iedereen gaat zijn eigen pad, zijn we nu weer bij elkaar gekomen. We zijn verder, we zijn ouder. En ik was altijd al een van de ouderen onder hun. Mijn broertje is een producer en daar deed hij zijn eerste dingen mee. Op dat moment dat wij nu weer terug zijn op een bepaalde pad in ons leven en nog steeds met pokus bezig zijn, heeft ons gebracht waar we nu zijn. En we gaan kijken wat dit doet. Greg komt van ver. Hij heeft dingen meegemaakt in zijn leven. Heeft stappen gemaakt en weet je, misstappen gemaakt. Maar het maakt wel de man die hij is vandaag. Ja, en ik noem het zelf, hoe ik hem nu zie en hoe ik hoor wat hij maakt qua muziek. Weet je, het zijn sexy tunes. Voor de ladies. Ja man, en I feel that shit. En we kijken gewoon hoe ver we komen, wat we kunnen doen. Het gaat niet eens om het commercieel belang, maar be happy. En weet je, have a pleasant time. Nou goed, ik ken Gregory al heel lang, al vanaf Jimin. En ja, ik heb met hem gebokst. Hij heeft les gegeven, getraind. En ja, een betere trainer als Greg krijg je niet. Gewoon een topgozer. Dus, ja, het liefst zou ik nog met hem trainen, maar ja goed. Op het moment gaat het niet en ik hoop ook dat we het wel weer oppakken. Hij maakt mooie tunes. Iedereen moet die tunes checken gewoon. Sowieso. Gewoon, weet je. Iedereen moet Barons online checken. Ja, correct. Want Amman Dati, soldier for life. Dat ga ik je zeggen gewoon nu hier. Ik ben blij dat ik hier een onderdeel van mag zijn. Ja? Big up. Ik kom van ver, maar dan wordt nu geflesd. Ik kan zeggen, ondanks dat ik ben blessed. Hoeveel wil je werden dat ik doe wat ik rap? Hoeveel wil je werden dat ik doe wat ik zeg? Ik weet niet wat je denkt, er is money hier aan dek. Kan ik blowen op een kech, maar mijn pa zegt dat is nep. Maar ik was al lang on the way, no friends on the way. Was op dance all day, non-stop. Ben met de stack all day, ben met stack on the way. En die makkoe in mijn dash, heb me safe. Ik heb een stempel op die blok, vrie mijn niggas locked up. What's up, ik ben Nathalie en je kijkt naar Barons Online Special. En vandaag ben ik in Lelystad om Fuad te interviewen over de nieuwe upcoming artist, Greg Mack. Ik ben Fuad El Moestahid, 39 jaar. GMX is een sportschool die gemaakt is voor mensen die geen geld hebben. Die mogen gewoon trainen. We zijn gewoon een van de sportscholen in Nederland, Lelystad ook, om les te geven in kickboksen en bokslessen. Ik ben bijna 5 jaar gewoon nu en we zijn echt trots op GMX. Ik stond gewoon een ochtend om koffie te drinken bij de bar. Toen kwam hij binnen met zijn tasje. Ik wil trainen. Nou, er is geen training in jongen vandaag, maar vanavond wel. Toen praten. Hij komt net terug van lange vakantie. Nou, hij wil heel graag trainen. En uiteindelijk is de relatie zo versterkt dat hij eigenlijk een broertje van mij is geworden. Hoe is het tot stand gekomen? Gregory is een jongen die, hij komt van een Surinaamse afkomst, zeg maar. En heel veel mensen die schrikken eigenlijk van de uiterlijk. Maar bij mij, ik schrik gewoon niet. Ik geef iedereen een kans. En uiteindelijk kom ik erachter dat hij een jongen met een hele zachte hartje.
Hij houdt van iedereen en gelukkig, iedereen houdt van hem ook. Hier. We hebben genoeg ups en downs gehad. In eerste instantie, ja, hij is kennende, hij maakt gewoon foutjes. Hij heeft foutjes gewoon gemaakt. We hebben elkaar gewoon gesteund. Ik heb hem gesteund, hij heeft me ook gesteund in moeilijke tijden. Ik heb een paar jaartjes gewoon wat meegemaakt in mijn leven. Ik heb mijn broer verloren, dus ik moest heel veel voor hem zorgen. Hij was ziek. Dus hij heeft alles gewoon op zich gewoon genomen. Alle trainingen, alle afspraken van mij heeft hij gewoon mij geholpen. Dus zodoende versterken we gewoon elkaar. Nog steeds vrienden. En nog steeds zie ik hem als een broertje. En ik hoop voor hem dat hij echt bovenop klimt met zijn muziek en zijn sport. En ik blijf hem ook steunen. Voor het tremmen van die paper.